gebracht. Dank, 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 dank daarvoor. Ik heb in veel besturen gezeten en ik weet dat het niet altijd even dankbaar is om dit te doen en te moeten doen. Dank u wel. Ik zit in de ledenraad omdat ik uiteindelijk getriggerd ben door een vriendje van vroeger van het NIP, door Aard Franke. Ik heb een paar jaar bij het NIP gewerkt in verschillende functies, eigenlijk als bijbaantje. En ik ben actief geweest in de studentensectie. En wat me altijd bijbleef was dat we hard aan het bouwen waren. En dat ik ook nog wel wat herinnerde van wat onvrede onder leden. Van ja, we gaan de goede kant op, maar we willen eigenlijk nog meer en halen we nou alles eruit. Ja. Nu een kans heb om zelf na te denken over welke kant gaan we dan op. Ja. Lijkt me dat heel gaaf. En ik hoor van heel veel mensen dat ze twijfels hebben of ze wel willen doorgaan met het NIP. En dat vind ik zo jammer. Want het is een hele mooie vereniging, denk ik, die staat voor zijn mensen. En ik heb gedacht, als ik een bijdrage wil leveren, dan is het nu de kans. En niet mopperen aan de zijlijn. Ik ga in de ledenraad, omdat er heel veel gaat gebeuren, zeker met de herstructurering. En ik denk dat het belangrijk is dat we vinger aan de pols houden en constructief bijdragen aan een mooi, flitsend NIP. Omdat ik altijd op zoek ben naar verbinding, dus tussen mensen of op allerlei verschillende niveaus. En dat vind ik ook wel heel erg een fascinerende boodschap binnen het NIP. Van hoe verbinden we en de leden meer met elkaar en de actieve leden met de achterban. En ook binnen alle secties en commissies en werkgroepen, want er gebeurt zoveel moois binnen het NIP. Nou, het mooiste zou zijn als mensen elkaar makkelijker weten te vinden. Proost op de nieuwe leden, dank aan de oude.